Goedendag kijkers, dit is aflevering 2 van Focus. In dit programma wordt de focus gelegd op activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Wij bedanken u wederom voor de positieve reacties. Ik vertel u zo meteen wat in deze aflevering gepresenteerd zal worden. Vandaag in Focus aflevering 2, meer over de Nationale Rouwdag in verband met het tragisch bootongeval op de Kopename Rivier. Verder het bezoek van een Surinaamse delegatie aan Brazilië in verband met de inauguratie van de nieuwe president, de evaluatie van 2018 en vooruitzichten voor 2019 van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De regering heeft 3 januari 2019 afgekondigd als Nationale Rouwdag. President Desiree Bouterse heeft er alles aan gedaan om de familie en getroffenen zoveel als mogelijk te ondersteunen. Ook heeft hij 2 keer de nabestaanden en de overlevenden bezocht. Ook DNA-voorzitter Jennifer Gerling-Simons, de ministers van Defensie, Volksgezondheid en Justitie en Politie hebben de groep bezocht. Verder heeft de regering de Surinaamse gemeenschap de gelegenheid geboden om een condoleanceregister te tekenen op het districtscommissariaat Sipaliwini aan de Zwarte-Novenbrugstraat. Collega Monique Enig brengt u verslag vanuit deze locatie. Inderdaad, Cliff. Vandaag is uitgeroepen tot Nationale Rouwdag. Wij bevinden ons aan de Zwarte-Novenbrugstraat bij het districtscommissariaat Sipaliwini, waar het condoleanceregister getekend wordt. De districtscommissaris van Boven Kopename, Mettendaf, geeft aan wat hem in hem omging toen hij het droevig bericht ontving. Om 5 uur werd er gebeld door iemand van Boskamp, die me meedeelde van de boot van kapitein April is gezonken. Om 7 uur belde iemand anders mij op door mij te mededelen dat het is hetzelfde bericht, dat de boot is gezonken en dat er zijn vermisten. Ja, toch? En om 8:30 begon ik dan andere berichten te krijgen van er zijn 3 lijken opgevist. Maar dus toen ik op Boskamp militaire bas aankwam, heb ik 7 lijken gezien. En ik kende allemaal persoonlijk. Toch? Dus het doet me wat en het houdt me nog steeds bezig. Ik kan er niet uitkomen. Toch? Het zijn mensen met wie ik samen heb gebeld. Ik heb dit nooit verwacht. Toch? Anders had ik allang bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen kunnen hebben aangeschaft. De mensen onderhouden de route. Het is langer dan 30, 40 jaar. En dan om die omstandige plek daar in de rivier te omzeilen, varen ze dan in de vroege ochtend. Want overdag is het water heel erg onstuimig, is bijna ontoegankelijk voor vaartuigen. Vandaag is uitgeroepen tot Nationale Rouwdag. U heeft daar net het condoleanceregister getekend. Wat ging er bij u om toen u het nieuws als eerst kreeg? Geschokt natuurlijk, maar ook heel bedroefd. Omdat je, mijn persoon tenminste, probeer je die rol om te keren. Zeg, hoe zou het zijn als ik in de boot zat met mijn kinderen? Dus bij deze wil ik de familie heel veel sterkte toewensen. Maar ook vanuit het district Wanica, vanuit mijn persoon en mijn collega, de familie nogmaals heel veel sterkte toewensen in deze donkere dagen. Wat voor maatregelen zou er nu getroffen moeten worden? Sowieso dat alle boothouders erop moeten toezien dat de passagiers een zwemvest aan hebben. Tenminste een zwemvest aan hebben. Ik was speechless. In 1 keer zoveel Surinamers te verliezen is niet eenvoudig. Wanneer zoveel mensen in 1 keer weggaan,
dan treft het die totale samenleving, omdat iedereen wel iemand kent uit de groep, al is het via-via. En de vraag is, wat zeg je aan de mensen? Ik ga eerlijk met u zijn, ik heb niets om aan de mensen te zeggen, dan God te vragen om kracht te geven. Want wat we ook zeggen, we kunnen die geliefden niet terugbrengen. Op zo'n manier. Ik bedoel, het is geen vreemde weg die de mensen opgingen. Naar de Pasipedes Maguento Akatapaliba. En dan verwacht je zoiets nooit dat het gaat gebeuren. Maar het is toch gebeurd. Dus we vragen God om troost en kracht te geven aan de overlevenden en de nabestaanden. En aan de totale samenleving. En uiteraard dat andere stukje van hoe om te gaan in het vervolg met de veiligheid op de rivier. Dat zullen we met de regering en het parlement bespreken. Ja, ik ben even stil. Omdat het is zo'n groot leed dat je je eigenlijk niet eens kan voorstellen wat er in je om zou moeten gaan. Als je als grootvader, ik ben grootmoeder, je schoonkinderen, je kleinkinderen verliest, zoals de kapitein er nu, dan komt dat heel hard aan. Als je als man, je vrouw die zwanger is en je kinderen moet verliezen. En sowieso als de kinderen omkomen. Kinderen zouden niet moeten omkomen, begrijp je? Maar goed, het is een grote tragedie. Ik kan er alleen maar stil van worden. Ik ben iemand, ik ga dan in gebed. Om te bidden om kracht, om bijstand en om te kijken van hoe kan je de mensen het beste ondersteunen. Dat heb ik persoonlijk via de FITS gedaan, omdat we via de FITS die relatie hebben. En gisteren heb ik met mijn directeur dus ook afstemming gehad van wat kunnen we doen. Volgens mij zijn er 2 leerlingen bij van 1 van de scholen, ik moet dat nog allemaal uitzoeken. Maar daar zijn we mee bezig. Ik werd ook een beetje paniekerig. Ik ben ook geschrokken, want dit is voor het eerst gebeurd. Echt zo'n grote ramp in Calabas Creek. De schoolkinderen gaan die maken die ook gebruik van de boten? Ja, we hebben dagelijks die leerlingen die gebruik maken van de schoolboot. We hebben eentje van de lagere school en eentje die naar Boskamp gaat elke ochtend om 5:00. Het is namelijk zo dat jullie reddingsvesten hebben gehad. Ja, dat klopt. Ik heb er een paar gekregen van de districtcommissaris van Sipaliwini. Natuurlijk een schok op de eerste plaats, omdat je in feite niet verwacht dat een decembermaand op een dergelijke wijze wordt... bedroefd, om het zo te zeggen, met een gemis en een aanslag in feite op vele mensen, vele familieleden. 1 is veel, altijd. Meer dan 1 is absoluut onvoorstelbaar. En laat staan in een kleine samenleving als de onze. En leef te midden van het dorp, in een kleine samenleving als het dorp waar onze medeburgers voornamelijk vandaan komen. Dan begrijp je hoe zwaar een dergelijke slag is. Ik verwacht zonder meer niet dat zulke zaken gebeuren in Suriname. Omdat we toch wel zo goed en zo veilig met elkaar proberen te leven en elkaar te leiden. Maar als het is gebeurd, dan is het een behoorlijke schok. Maar die schok moet direct worden opgevolgd. Door een zware en een dure les dat we veel meer met elkaar moeten doen, dat dit zich niet mag herhalen en zelf nooit meer mag gebeuren. Welke voorzorgsmaatregelen zou er dan getroffen moeten worden? Nou, zonder meer hebben we in de Nationale Assemblée veelvuldig deze discussie gehad over de veiligheid. Niet alleen maar op de weg, want ook daar hebben we een aantal uitdagingen en issues. Maar ook op water. Er is veel gesproken over het verplicht stellen van zwemvesten voor diegenen die gebruik maken van waterverkeer. Er is veel gesproken over onder andere het verplicht stellen ook van een vaarbewijs. En ik geloof dat dat project in belangrijke mate ook door de MAS is ingevoerd. Maar waarschijnlijk komen we op het punt
dat we nog serieuzer in het beleid en in wetgeving deze zaken zullen moeten vaststellen. Omdat het niet langer zo kan zijn dat mensen naar keur of willekeur een zwemvest in een boot hebben, beschikbaar voor diegenen die het willen. En als het beschikbaar is, ook niet naar keur of willekeur, voor diegenen wordt gelaten om dat wel of niet aan te trekken. Als je in een vliegtuig bent, ben je verplicht om een seatbelt aan te trekken. De stewardessen zien erop toe. En als je in een boot bent, zal het in de toekomst ook niet anders moeten zijn. Dat je verplicht bent, overigens evenals in de auto, maar ook in de boot, voor jouw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, een zwemvest aan te doen. Dus wat dat betreft hebben we werk en ik geloof dat wij zeker vanuit het beleid en zeker vanuit wetgeving, lees dus de Nationale Assemblée, deze gebeurtenis niet hierbij zullen laten. Deze gebeurtenis is een zware, dure les weliswaar, maar wel één die ons zal brengen op het punt dat we eruit moeten leren en direct daaraan koppelen een stukje beleid en wetgeving dat nodig is om dit tot een minimum te beperken. Natuurlijk is het een schok omdat je kijkt naar de grootte. Hè? Zoveel mensen tegelijk. En dan nog vermist. De families die niet dan geen raad weten. Dat heeft ons even een zware domper. Want je moet voorstellen dat er een hele missie opgestart gezet wordt. En iedereen begint onderzoekswerk te doen. Het is de grootste tragedie die we hebben gehad. Heel jaar door. En net aan het einde van het jaar. Ik denk dat we in een verkeerssituatie ooit 3 hebben gehad. 3 mensen direct in 1 keer op slag dood. Dit was dus een hele schok. Daarom denk ik dat de president natuurlijk op gepaste wijze correct heeft gezegd. Het is een dag van rouw. Omdat we niet zo moeten laten voorbij gaan. We moeten realiseren dat Suriname een heel uitgestrekt gebied is. En veiligheid garanderen in het hele land. Elke hoek zouden we zeggen van het land. Heeft zijn grote uitdagingen. En je ziet logistiek, transport, infrastructuur, allemaal. Overal is het anders. In dit geval gaat het om op het water. En dan ga je specifieke beleid daarop maken. Je weet natuurlijk dat er zwemvesten moeten zijn. Maar het gaat ook veel om communicatie, training. En een bepaalde garanties hebben. Dat de kinderen vooral en anderen. Dat je geen overladen boot, dat je de veiligheidsvesten, dat je protocol hebt van hoe je dat precies moet doen. De uren, weet je moet een zekere mate van veiligheid kunnen garanderen. Dat komt met voorwaarden. Net wat ik zeg, Suriname is een heel uitgestrekt gebied. En u weet, we zijn een volk van volkeren. Allemaal hebben onze eigen tradities en gewoonten. Wij gebruiken die transportmiddelen op de wijze hoe we zijn. We moeten wel realiseren dat we collectief in burgerschapszin toch wat gemeen moeten hebben. We moeten wat uitgangspunten samenzetten. Dat we zeggen, dit is de manier hoe we veiligheid garanderen, onderwijs garanderen, gezondheid garanderen. Dat eigenlijk algemene zin beschikbaar is voor iedereen, waar we allemaal aan zouden moeten voldoen. Zodat we dit soort zaken niet hoeven mee te maken. Iedereen weet, er zijn in algemene zin zo voor de veiligheid dat we aan deze zaken moeten houden. Er zijn heel wat zaken uit het rapport, in de rapportage. Dat kan de president zelf met u, denk ik, delen. En daarom vond ik inderdaad zijn initiatief om een dag van de rouw in te stellen heel gepast. We gaan heel veel hieruit moeten leren. Want we hebben natuurlijk veel geprobeerd. Je kan veel praten met mensen, je kan ze zwemvesten geven, je kan ze instructie geven. Maar daarna houden gaat ook met beleid, gaat ook met wetgeving. En je wil zeker dat garanderen, zodat in de toekomst dit soort dingen totaal vermeden worden. U heeft heel wat zaken aangehaald. Als het ware de voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden om dit te voorkomen in de toekomst. Wat is nu als het ware het belangrijkste? Het belangrijkste zijn dat we mensen eigenlijk bijstaan. Want kijk, als men in retrospect gaat kijken, gaat men zeggen waarom was dat niet beter of waarom was dit beter en dat niet beter. Dus je gaat natuurlijk de mensen, en ik wens de hele Surinaamse gemeenschap natuurlijk kracht, maar in dit specifieke geval de familie, dat we aandacht aan hen besteden. Dat is het belangrijkste op dit moment. Dat we bij de evaluatie, ook met de gemeenschappen die verder zijn, van kijk, dit is de wijze van transport hoe het van oudsher is gegaan. Prima.
daar willen we zeker niet aankomen, dat is de wijze hoe het gaat. We ontsluiten het heel binnenland natuurlijk, infrastructuur ook prima. Maar zolang we nog van oudsher dit soort methoden, moeten we daar zelfs op bepaalde standaarden, protocollen hebben. Geen overladen boot, zorg voor zwemvesten, zorg ervoor dat de mensen ook instructies krijgen hoe men moet. Als het onstuimig of niet onstuimig is, dat moet je zo kunnen inschatten. Hoe schat je dat in? Dat soort zaken zijn soms denk je te detailistisch, maar als je niet te detailistisch bent, dan kan het een consequentie hebben en in dit geval een heel tragische. En we gaan er alles aan doen om dan in het vervolg traject van de mensen, die tenminste daar ook die bewustwording te brengen. De delegatie met aan het hoofd de vice-president van de Republiek Suriname, Michael Ashwin Adin, heeft de inauguratie van de gekozen president van Brazilië, Jair Bolsonaro, en zijn vice-president Hamilton Mourão bijgewoond. De inauguratie was op dinsdag 1 januari 2019. De vice-president heeft bij deze inauguratie president Desiree Delano Bouterse vertegenwoordigd.
Esses dois desafios que vamos enfrentar. Mas sabemos aonde queremos chegar e do potencial que nosso Brasil tem. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Thank you.
Aha, oh, ga zo door. Minister Patrick Pengel geeft een uiteenzetting van de werkzaamheden die het ministerie heeft verricht het afgelopen dienstjaar 2018. Eveneens geeft de minister een vooruitblik van de werkzaamheden voor 2019. Minister Pengel, welkom. Hoe gaat het met u? Prima, uitstekend. We zijn vandaag hier op het ministerie om een uiteenzetting te krijgen over het afgelopen jaar. We weten ook allemaal dat u halverwege 2018 heeft overgenomen van uw collega-minister. Maar kunt u ons toch een overzicht geven van het jaar 2018 als we het hebben over openbare werken? Absoluut. Inderdaad, ik ben sinds april 2018 aangesteld als minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Het beleid van het ministerie is in elk geval wat betreft het aspect van de natte en droge civiel-technische werken, wegen, bermen, bruggen, is een groot gedeelte van onze taak het onderhoud van deze constructies. In het afgelopen jaar is er aanvang gemaakt met het Dalian 4 project vanaf Paranam. En in de afgelopen maanden heeft de aannemer dus complete nieuwe fundering aangelegd. Er is aan de afwatering gewerkt. En we starten op zeer korte termijn met de het tweede gedeelte van de asfaltering. Vanaf de brug bij La Vigilancia richting Jakin project. Daarnaast is de aannemer ook bezig met de verbindingsweg tussen de Kennedy Highway en de Afgebakkenweg. Die werkzaamheden verlopen ook voorspoedig. De aardebaan is helemaal aangelegd. Dus het profiel van de weg is nagenoeg daar. We zijn nu bezig met de fundering voor een brugconstructie over een kreek die daar loopt, bij een zwamp. En dat verloopt ook redelijk goed. En daarnaast is de aannemer ook bezig bij Peking Saron, waar de weg vanaf de brug bij Peking Saron tot de afslag naar Kwakpoekgrong aangelegd wordt. Daar is de eerste asfaltlaag reeds compleet. En gaan we op korte termijn over tot het aanleggen van de tweede asfaltlaag. Daar zijn ook kunstwerken in vanwege het water dat tussen de twee zijden van de weg met elkaar in verbinding gebracht moet worden. Zijn de duikers gelegd. In oktober hebben we het asfalteringsproject Jenny Hienaar gestart. Met de start zijn dat we in Wageningen hebben gegeven. Daar moet geasfalteerd worden van Wageningen naar de Hienaarbrug. En begin van het jaar, in de tweede week januari, moet de aannemer starten met de asfaltering vanaf de Kopanamebrug. Vanuit via Coroni naar de Hienaarbrug. Met uitzondering van de brug bij Stalkers Ever is er onderhoud aan nagenoeg alle bruggen gepleegd. Zowel technisch onderhoud als esthetisch, dus een likje verf, als technische inspecties bij de funderingen van de brug, de pijlers. Dus de vooruitzichten voor dit jaar zijn dat we natuurlijk doorgaan met het Dalian 4 project, waarbij we de meest markante onderdelen daarvan zijn afronding van het project aan de Zwarthovenbrugstraat, de complete rehabilitatie daar. Nieuwe riolering, nieuw wegdek, nieuwe trottoirs, dus de bermen die opnieuw ingericht zullen worden. We hebben in het afgelopen jaar de wegstrekking vanaf de Wagenwegstraat aangepakt tot en met de Sofie Redmondstraat.
En dit jaar moeten we dus het tweede gedeelte afronden. Een heel belangrijk project in 2019, het uitbaggeren van het Saramaca-kanaal. We doen dit samen met de Wereldbank die nu de milieustudie afrondt. Waarna wij ook met de Wereldbank dit project in aanbesteding gaan brengen. En het kanaal gebaggerd gaat worden naar het oorspronkelijk profiel. Vanaf de aanleg van het kanaal is het eigenlijk nooit meer teruggebracht naar het oorspronkelijk profiel, waardoor steeds door de jaren heen ook de capaciteit van dat kanaal steeds minder is geworden. En dat is gaan dichtslippen en gaan dichtgroeien. Dus dat is voor Paramaribo Zuid en Wanica een heel belangrijk project. Daarnaast zijn we natuurlijk achter de verschillende polders, Uitkijkpolder, Bomapolder, zijn we bezig om een aantal belangrijke kanalen en kreken op te schonen. Die lopen eigenlijk door drie districten, Para, Wanica tot aan de Saramaca rivier. En ook dat moet ervoor zorgen dat heel veel gebieden, vooral de poldergebieden, dat die veel minder lang last krijgen van overtollig water. En als we dat hebben gedaan, dan moet het zich steeds sneller verbeteren, waardoor, ook al hebben we extreme regenval, dus heel veel regenval in een kort tijdsbestek, dat we toch het resultaat moeten zien van het werk dat openbare werken doet door te kijken naar de snelheid dat het water weer wegtrekt. Dus het kan soms voorkomen dat de straat onder water loopt, maar als we, dat we zeggen, de sluizen en de pompen ongeveer een etmaal de tijd geven om hun werk te doen, moeten we daar duidelijke verbetering in zien. En pas wanneer we dat niet zien, dan kunnen we vaststellen dat er verstoppingen zijn op plekken en dat die verstoppingen mogelijk snel doorgestoken moeten worden. Of dat er sprake is van een andere stremming. Maar onder normale omstandigheden moeten wij het resultaat van het werk dat wij proberen te doen in de droge tijd tijdens het reguliere onderhoudsprogramma, dat resultaat moeten we binnen 12 tot 24 uur zien. En dat moet ook voor de burgers zichtbaar zijn. Anders doen we geen goede job. We hebben inderdaad een calamiteit gehad in het afgelopen jaar, waarbij op de Vulstortplaats brand is ontstaan. En met man en macht is onder andere door het Korps Brandweer, maar ook door de medewerkers van het ministerie gewerkt om, en van het commissariaat Wanica, gewerkt om de brand onder controle te krijgen. Het heeft bijna 2 weken geduurd. Met alle gevolgen van dien, ook voor de omgeving. Het is geen situatie die we willen hebben. Daarom was er sprake van een calamiteit. Ten eerste natuurlijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet om dit onder controle te krijgen. Hoe moeten we dit voorkomen? Nou, heel simpel, we moeten geen vuurtjes meer toestaan op de vuilstortplaats. En dit jaar zal de beveiliging en bewaking op de stortplaats verhoogd worden. Omdat we een particulier bedrijf in de arm zullen nemen om de terrein te bewaken. Daarna zullen er afspraken gemaakt worden met de mensen die daar werken. Door recyclebaar materiaal uit te zoeken tussen het huisvuil. Zullen strenge regels voorkomen en goede afspraken meegemaakt worden. Op welke tijden wij daartoe zullen staan, waar dat toegestaan zou worden. Dus eigenlijk zal er wat ordening op de stortplaats plaatsvinden. Ook aan de infrastructuur hebben we het afgelopen jaar gewerkt. Het wegennet dat op de vuilstortplaats bestond en op een gegeven moment helemaal weg was, is gerehabiliteerd. En we kunnen dus nu weer de verschillende dumplocaties bereiken. Dat maakt ook het management van het huisvuil, dus het verwerken van het huisvuil, maakt het veel beter mogelijk. De wat langere termijn projecten ten aanzien van de vuilstortplaats. Het belangrijkste project is dat we af moeten stappen van de traditionele manier waarop we het vuil verwerken. En op dit moment geschiet dat het vuil wordt opgehaald thuis. Daarna heeft de samenleving er geen omkeken meer naar. En dan wordt er op een vuilstortplaats gedumpt en het wordt afgedekt met zand. In de toekomst moet het zijn dat wanneer het vuil aangeboden wordt door de huishoudens, dat we dat op een gescheiden manier gaan doen. En dat gaat stap voor stap gaan. In het begin zal je huistuin en groenteafval en tuinafval in een aparte zak moeten zetten. En al het andere algemeen afval in een andere zak. Een soort voor een scheiding vooraf aan huis. Daarna zal het gescheiden vuil verwerkt worden op de vuilstortplaats, waar je dus
uit het algemeen veld de petflessen haalt en ander plastic glas en ander recyclebaar materiaal. En dat puur echt gewoon het algemeen vuil overblijft. Het plan is om via gras, biomassa, te ontwikkelen. Dus er wordt een areaal aangelegd van, waar gras geteeld wordt. En dit gras wordt gebrand samen met het algemeen vuil dat overblijft. Uit alle andere recyclebare materialen moeten er recyclelijnen ontstaan. Uit de petflessen kan olie gemaakt worden die weer gebruikt kan worden om turbines te stoken. Uit het gras dat gebrand wordt komt ook energie, waardoor je dus ook weer andere energie mee kan opwekken. En andere recyclebare materialen zoals glas die worden geëxporteerd naar andere verwerkingsinstallaties. En wij hopen een plant daar neer te zetten die tussen de 14 en 20 megawatt moet gaan opwekken. Die met de nieuwe energiewet teruggeleverd kan worden aan de IWS. De opwekkosten die zijn nog wel een uitdaging, maar we denken wel dat het voor de overheid belangrijk is dat we op een hele andere manier vuil gaan verwerken. Met deze aanpak gaat de vuilstortplaats niet groeien, maar juist afnemen omdat je een gedeelte van het vuil kan verbranden op een milieuvriendelijke manier. Omdat het in een gesloten systeem plaatsvindt. En de plant waar nu de ingenieurs naar kijken, dat is een vuilverwerkingsinstallatie die, waarvan de uitstoot, als we denken aan het milieuaspect, dat moet bovenaan staan, naar Europese normen is, Europese standaarden is. Dus we gaan een plant hier neerzetten die voldoet aan de milieuwetgeving in het buitenland. Tot zover Focus. Dit programma wordt van maandag tot en met vrijdag uitgezonden om 9 uur 's avonds op GovTV kanaal 8.3 en de herhaling volgt om middernacht, 3 uur, 8 uur en 11 uur in de ochtend.